Goedemiddag allemaal. Het is nu 13:31 vandaag maandag, tweede paasdag. 2 april, toch? Ja, 2 april. Ja, en geen 1 april kikker in je bil. Nee. Ook geen sirenes. Nee, en het was gisteren sinds 1975 of zo. En dat het weer de eerste keer was dat het Pasen op 1 april valt. Dus, maar dat is een hele tijd, ja. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Ja, nou, we zijn dus inderdaad met de hondjes aan het lopen. We gaan even ergens naartoe om ze lekker te kunnen wegen. Want ik heb wel zo'n kleine personenweegschaal, maar dat schiet ook niet op, niet. Nee. Dat niet. En vooral met die dikke billen van er. Lukt het niet meer. Nou, en dan maar even toch even lekker lopen. Eventjes heen naar de dierenarts. Even daar lekker op de weegschaal. Lekker gaan vloggen. Gelijk met vloggen foto's maken. Gezellig. Kom maar. Hop. Graafmachine. Hè? Ja. Hi, was je er ook? Ik was er ook, ja. Ik dacht dat Max alleen liep, joh. Dacht je dat echt? Oh, nou. Ja. Oké. Okay. Dat is happy. En hoe heb jij geslapen? En na de kilometer bijna 10,64, want jij hebt even iets meer gelopen dan mij. Iets niet, hè? Nee hoor. Een klein stukje omgenomen. Maakt niet uit, geeft niet. Maar dat vertel. Ik heb lang geslapen, zeg maar. Lang geslapen en dus je bent uitgeslapen? Nee, dat nog niet. Niet? Waarom niet? Waarom ben jij niet uit en geslapen dan? Dat is sinds vrijdag. Max wilde gaan spelen. Ik kon er met zijn poten eventjes leuk klauwen in mijn oog. Dus ja. Vrijdag op zaterdag had ik eigenlijk niet geslapen. Zaterdag op zondag ook heel slecht. Ja. En vandaag even een beetje kunnen inhalen. Dus je bent nooit uitgeslapen, of wel? Nee. Maar jammer. En dus je gaat dus ook nooit je bed verkopen? Nee. Oké, okay, goed zo. Dan gaat bij het grof vuil als iets versleten is. Oh, jammer. Jammer, hè? Ja. Nou, gisteren was het echt kouder. Het waait nu wel, maar gisteren was het echt wel koude wind. Het is nou gewoon lekker. En het regent dan wel een beetje, maar dat maakt niet heel veel uit. Hey, hi! Hey! Alles goed? Hey, au! Niets! Doe ik je weer pijn? Ja. Hey, dat is toch leuk, of niet? Nee. Niet, waarom niet? Nee, ik ben niet. Oh, arme ziel hoor weer deze. Maar waar gaan we naartoe lopen? Naar de dierenarts. Ja? En wat gaan we daar doen dan? Er staat een weegschaal. Ja. Een hele grote. Ja. Waar zomaar een hele hond op past. Wow, ach zo. Ja. Je hebt thuis wel een leuke kleine weegschaal. Die past jij wel op, maar die hond niet. Nee, niet. Jammer, hè. De ene past er niet op. Oh, nee. Wat denk je over Max? Is hij aangekomen? Is hij afgevallen? Of? Nou, hij is door mij afgevallen, maar daardoor is hij weer aangekomen. Dat is mooi. Dat is mooi. Hoi meneer. Ik denk wel dat hij meer dan 20 kilo weegt inmiddels. Inmiddels, want hoeveel woog hij en dat hij bij jou kwam? Iets minder dan 20 voor mij. Dus we zullen het zien. Dat is 19,5, dat weet ik even zeker. Nou, we gaan het gewoon zien. Nou, Lofty zit dus nu op de weegschaal momenteel. En dan is mijn weegschaal nog niet helemaal in de war. Dus dit weegt Lofty op dit moment. Oké, okay, Lofty gaat er nou vanaf. Ja, ga liggen, joh. Ook goed. Lofty, kom eens hier. Nou gaat Lady even. Even zo, even mee trekken. Lady, kom eens hier op de weegschaal. Kom, kom, kom. Is goed, gaan we erop. Kom. Zitten. 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 Goed zo. Lady weegt 29,3. Dat is een lady. Ja, netjes. En dan gaan we Max wegen. Ga maar zitten, Max. Ja, zitten. Zit. En Max die weegt. Max, ga eens even normaal zitten. Ik wou net zeggen. En Max die weegt 21,5. Goed zo. Ja.
Ben je trots op hem? Ja. Hoe trots? Helemaal trots. Dus, 17, 18, nog 3 kilo erbij, dan weegt ze evenveel als Max. Als ongeveer. Ja, dat scheelt niet heel veel, nee. Nee, dat scheelt niet heel veel, nee. Inderdaad. Ja, dat is even lopen, dan is het hier wegen. Maar helaas, omdat ik niet zo'n eigen weegschaal kan aanschaffen, dat kost een beetje te duur. Dus, ben jij trots op hem? Ja. Ja, goed hè. Hij komt bij je. Hij woog eerst iets van 17, 18 kilo is ongeveer. Ik dacht 19,5, maar dat weet ik helemaal zeker. Ja, nou alsnog. Ongeveer. Mag ook. 2 kilo bijgekomen. De flinke spiermassa. Ja. Zo, die heb ik weer gehad, hè? Zo, we staan nu bij een kerk voor. Ik vind hem in principe heel mooi. Alleen de buitenkant al. Dus laat staan als het de binnenkant is. Maar ik vind dit ook heel mooi. Wacht even, ik wil even inzoomen. Met de paard erop. In de rim bedoel ik. Erop, erin. Ja! Yeah. Rody weet totaal niet waar we lopen. Hé? Hey? Beetje. Oh, een beetje. Anders ja. PK Parog. Parog is toch? Sint-Maarten. Ja, nog wat. Kerk. Oh, wat zie ik deze? Zo. Ik word even. Ah, wat een schattig huisje dit, Ro. Met een balkonnetje. Zo. Leuk. Schattig. Een koetshuis. Kijk. Mam, een koetshuis. Die is gaaf. Oude koetshuis. Kijk, hé. Maar deze balkonnetjes, ik vind die ook leuk, hoor. Kijk dan hier, oh, mooie huizen. Ja. Nummer 69. Ja, oké, okay, prima. Die witte huis is mooi. En met het balkonnetje voor... Ja, een nep uil. Doe maar een huisje, mensen. Doe maar een autootje. Ik heb hier trouwens ook nog nooit gefietst en gelopen. Kun je nagaan? Litouwen zeker, ja. Denk het wel, de L. En niet NL, nee, de L. Kijk maar. Luxemburg. Nou, ik heb de kenteken erop, sorry. Helaas, pindakaas. Doe maar een voortuintje. Mijn huisje voor de kinderen. Nee. Wij verruilen. Heel even dan. Nou, ga ik mee naar huis. Dit is ook een mooi honkie. Dit is ook een mooi huisje. Zo. Doe maar een mooi opritje. Nee, en we lopen dus niet in Voorburg. Nee, tuurlijk. En we lopen dus wel in Voorburg, maar... Oosteinde. Kijk, doe maar een mooi huisje, Giro. Zo, dit... Hè? Ja. Dit is gaaf, hè? Al die vogeltjes, mensen... Ja, bovenin. Dat is wel grappig, ja, inderdaad. Zeg ik, doe maar een opritje. Doe maar een huisje met een mooi balkonnetje. Ja, u komt toch weer mooi gekleurd op mijn vlog. Ja, en met een tomtom bezig, ja. Doe maar een huisje met een mooi opritje. Maar jouw jas weegt al 2,7 kilo. Kanonne. Ja. En daar hebben we alweer de Herenstraat verderop. Nee, de Herenstraat. Ja, luisteren. Of ken je dat niet? Luisteren. Ja, precies. En een bloemkool uit je oren halen.
Ja, maar die heb ik niet, maar dan moet u die even vinden, juf. Spruitjes ook goed. Doe maar twee balkonnetjes. Ik wil jou een even. Ja. Zo, en we zijn nog steeds aan het lopen. Ja. We zijn nog steeds lekker aan het lopen. Even kijken. Laat ik. Het is nu 15:33, dus 3:30. We zijn nu 2:40 aan het lopen. En ik heb nu 8,52 kilometer erop zitten. En calorieën 6,95. Dus we gaan super. Super. Wat heb jij nou weer gehaald? Bananen. Ja? En lekkere kaascarré mini gehakt. Oké, dat is lekker. Nou, de hondjes die zijn ook nog lekker mee. Heb jij nog wat te vertellen? Ja, straks lekker gourmet, hè? Met zijn bieren. Ja. Een bierbakje. Ja, ik vind het goed met je. Als jij de wilde forsje wil, dan kan het ook. Gewoon lekker in de koekenpan. Ja. Kan ook. Ja. Okay. Precies. Eén pan gourmet, ook lekker. Als jij dat wil, prima. Ik vind alles goed. Kom, we gaan even hier langs. Kom maar. Hoi. Dus, hey Max, wat je er weer vindt. Wat je er weer? Hey Max. Kom maar, kom. Ik ga lekker hier lopen. Als jij daar wel lekker wil lopen, moet je dat lekker doen, schat. En ik heb het oma al verteld hoe zwaar jij bent, Max. Ja. Ik heb het oma al verteld. Ja, ongeveer. Maar het staat allemaal op een beeldmateriaal. Dus dat is wel lekker. En binnenkort moeten wij dus weer even naar de mediamarkt. Voor onze camera. Dus dan moeten we weer even daar even ons verhaal gaan doen. Dus dat komt helemaal weer goed dik in orde. Ik ga aan die kant lopen, ik ga die aan die kant lopen, ik ga lekker aan die kant lopen. Zo. Bijna weer thuis. Daar hebben we weer de molen. Daar hebben we de dames. Komen. Ja, ze zijn lekker bezig. Ja, ja, kom aan. Grote dobbelman. Ja, een dobberman. Achter je. Nee, een dobberman. Maar dat... Ja, dat. Zo. Ja, het zonnetje schijnt lekker, ja. Heerlijk. Dames. Op het gras, kom maar. Ja, goed zo. Jij ook. Kom maar, kom. Mag jij zo meteen lekker los, maat? Met je mooie pluimstaartje. Los. Goed zo, keurig. Ja, grote meid hoor. Edenhaag Centraal, ja, dat is mooi. Rennen, Randstadrail. En als jullie hebben zoiets van, wat tikt er nou, dat groene dingetje tikt. Kom maar, goed zo maat. Hola dames. Kom maar dames, hier. Kom maar, kom. Onze mooie molen, Ro, onze mooie molen. Kun je een tik van krijgen. Ja, precies. Lovely, laat dat. Dan moet jij ook gewoon kunnen doorlopen, hè? Gewoon zeggen door. Kom maar, meis. Nee, eigen weg. Gewoon eigen weg, meis.
Ja, en als je plons doet, is het je eigen schuld. Grote. Het is lekker lopen zo met één hond aan de lijn. Blij hond, hè? Ja. Zo, heb je haast of zo, bro? Nee. Oké, okay, dat is mooi. Max. Kom maar. Max. Oeh! Kom maar. Ja, kom. Kom, Lof. Kom, erop. Kom. Moet ik je helpen, meis? Lady, even weg daar. Oh, je bent er zelf op. Goed zo. Wou je helpen? Hij bent er zelf opgeklommen. Keurig. Zo, dat heet water, Lofli. Dat heet water. Ja, dat heet water. Lekker. Dat heet water. Dat heet water. Haha. Als je nou aan die kant erin kukkelt, dan vind ik het helemaal geweldig. Lekker, dames. Kom, gaan jullie mee? Kom maar. Hoop ik nou niet in dat ze tegen die mevrouw gaat opspringen, hè, met die natte flikken van haar. Kom. Hier, deze kan blijven. Goed zo. Dan ben je braaf. Nou, Lovely, en die heeft eventjes in de tijd van haar leven, hoor, hier. Kom maar. Nou, Lady is ook lekker. Maxi zit lekker erbij. Je kan hier eigenlijk wel even gaan zitten en een banaantje eten. Mm-hmm. Bijna wel. Bijna. Kijk eens, Lof. Kijk eens, Cookie. Wil je koekje hebben dan? Kom dan. Lady wel hoor, koekje. Kijk eens, Leed, Cookie, kijk eens. Kom dan. Ja, gaat de meid zitten. En we lopen. Ja, grote meid. Ja, moeite voor doen. Happen. Tanden gebruiken. Zachtjes. Pak maar. Zachtjes. Ja, pak maar. Max, hier. Ja. Tanden gebruiken heet dat. Kom. Max, kijk eens. Kijk eens. Hier. Hoppa. Oh, wat ben ik ook gemeen ook, hè. Kom maar. Ja. Goed zo. Kom maar. Dit staat ook weer lekker in de bloei, bloei, bloei. Lekker. En dan willen we hier dus een hele grote hondenuitlaatveld hebben. Ja. Yeah. Nou, we zijn alweer bijna thuis. En Roderick heeft even boodschappen gedaan. Ja, en bij de Jumbo. Ja. En het is nu al 16:37. Ik heb al afgelegd, qua tijd, 2:46 en bijna 30 seconden. En dat gaat dan wel doorlopen. 11,59 kilometer en 9,44 calorieën. Hoeveel heb jij? Mag ik even je telefoon? Eens even kijken hoeveel Roderick in principe al af heeft gelegd. Oké. Even weg, even weg, even weg, even weg.
Even weg, even weg. Kijk. Dat heeft Roderick alweer afgelegd. En je hebt minder calorieën afgelegd dan mij. Je hebt 8 nog wat en ik heb 9. Kom. Kom maar. Ja. Kom, kom. Kom mee. Spring in het veld. Maar het is wel mooi weer, Ro, en wat we hebben gehad. Ja, het begon met regen, maar... Nu was het lekker. Nee, en wat ik dus wat en wat we dus net al zeiden, het is nou prachtig mooi weer. Want waar begonnen we mee? Met regen. Ja. Met regen komt meestal nog meer regen. Dit komt met een natte zonneschijn. Maar dat is mooi. En je hebt het warm, hè, met je jas aan. Ja. Dat moet regen. Ja, kom maar meisje, kom maar, kom, 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 kom. Goed zo. Kom maar. Kom maar. Ja, ik ben blij, zeg maar. Ik ben blij. Ja, meid. Hé. En wat ga ik eten? Ook iets met kippetjes, hè? Want jij hebt ook een beetje wat voor mij meegenomen. Ja, ik heb 2 voor jou en 2 voor mij. Oké, top. Doe je goed. Ik vind het prima. Bakjes. Dus 4 stuks. 8 stuks voor jou en 8 stuks voor mij. Oké, is goed. Wil jij het bakken of moet ik het doen? Ikke. Oké. Jip, ik ga bakken. Zo, ik ben weer thuis. Na bijna ruim 3 uur aan het lopen. En bijna 12 kilometer, bijna. Ik ben nou lekker een slaatje aan het eten. Lekker slaamix, ja. Met alleen maar lekker blad. En ook nog viooltjes volgens mij. Ja, zit er ook in. Lekker gezond. En ik heb een beetje mijn eigen slasaus er nog doorheen gedaan met mayo, curry en een beetje ketchup. En een beetje water, een beetje aangelengd. Dus ik ben lekker aan het eten. En ik ben even vlogs aan het terugkijken. Dus even weer rust. En dan zometeen weer even de vloer een beetje aan stofzuigen. Want die staat ook nog in de gang. Ja, Ja, dus het komt helemaal dik in orde.